Welkom bij deze nieuwe video. Ja, we hebben ons wat bedacht. We hebben heel veel vragen de laatste tijd gekregen nadat we dat eigenlijk met dat koffiemolentje verteld hadden en dat we dat op de website gezet hadden van goh jongens, hoe weet je nou hoeveel gas je nog in je camperfles hebt zitten en hoe kijken jullie tv in de camper? Hoe bevalt die nieuwe navigatie die jullie hebben? Want daar hebben we al eens een vlog over gehad, maar eigenlijk nooit iets over verteld hoe die nou echt bevalt. Nee, klopt. En daar willen we nu dan even ook op terugkomen. Ja, dus het zijn allemaal vragen die we krijgen. We hebben besloten daar gewoon een korte vlog over te maken waar we dat snel even... Er waren ook mensen die hadden gezien dat we een dashcam op de ruit hadden zitten. Ja. En die vroegen zich af welke dashcam dat was en hoe die ons beviel. Ja, dus daar komen we nog even op terug. Dus we maken daar een korte vlog van. We laten al die gadgets nu even kort aan bod komen. We gaan daar niet heel uitgebreid bij stilstaan. Want jongens, je hoeft onze mening daarin niet te delen. Wat ik bijvoorbeeld fijn vind, vind Joy bijvoorbeeld niet fijn. Of dat gewoon. Maar we nemen jullie even mee. En daarnaast, alles wat we hierin vertellen, gaan we uittikken op de website. Dan kun je dus vanaf nu ook teruglezen. Ja. www.happycamperkoppel.nl onder gadgets en kampeerartikelen, daar hebben we het geplaatst. En heb je nu zelf nog een tip voor ons, hoe wij bepaalde dingen misschien anders of beter kunnen doen, dan laat het ons vooral weten. Zeker, zeker, want ja, we kunnen alleen maar van elkaar leren. Daarom, daarom. Wat wil je als eerst laten zien? Gasmetertje heb ik hier klaar liggen. Oké, het gasmetertje. Nou. Dit is het gasmetertje wat wij hebben. Ja, die connect je met je telefoon. Ja, maar wij hebben ook wij hebben niks ingebouwd van gas. Gewoon simpel losse gasflessen. Gaat dat? Ben je zo sterk? Ja, dat gaat. Kijk. Ah. Gewoon, dit is de barbecue gasfles, maar dat is het makkelijkste om het mee te laten zien. Ja, we hebben 2 grote flessen van 11 kilo die we meenemen als we langere reizen maken. Maar we hebben ook zo'n kleintje van 6 kilo. Die hadden we al thuis. Het is gemakkelijk als je even die kadak gaat gebruiken of weet ik wat. Wat handzamer. Ja, en die is bijna leeg. En die moet er gewoon op, hè? Want ik ga hem pas inleveren als hij leeg is. Of bijtanken als hij echt leeg is. Maar ja, hoe weet je dat nu? Met dat metertje. Daar is het metertje voor. Kijk, wat gaan we doen? Geef mij die flessens. Ik zal de fles geven. Of moet ik hem vasthouden? Laat jij het de mensen zien. Kan ook. De onderkant van de fles. Het is gewoon metaal. Nou hebben heel veel mensen ook, hoe noem je dat? LPG-flessen, hè? Of aluminiumflessen, met LPG. Daar zijn die metertjes ook voor, maar dan heb je een andere bevestigingsmethode. Kun je allemaal online krijgen. Op de website van Mopeka. Ja, waar we die gekocht hebben, jongens, dat linkje vind je dus op onze website. Belangrijk is dat je die in het midden, plops, van die fles neerzet. Het is magnetisch. Er zit een batterijtje in. Wij hebben dit systeempje sinds dat wij de camper gekocht hebben, inmiddels 2,5 jaar. Nou, we hebben het batterijtje nog niet hoeven te vervangen, maar er zit een app bij. En die app die is verbonden dus op je telefoon. En middels die app kun je dus uitlezen hoeveel gas er nog in die fles zit. Let op, ik laat het hier aan de andere kant laat ik zien hoeveel er nog in zit. Ga ik even mijn telefoon pakken, want dat zul je zien. En hoe te connecten, dat kun je allemaal vinden op de website van Mopeka, maar dat heeft te maken met het groene knopje wat erop zit en klopt. Dan kun je hem connecten via de app. Ja, als je die app dus geïnstalleerd hebt, druk je dus op dat groene knopje, want dan gaat die synchroniseren met je app. Dan wordt dat zeg maar gekoppeld met elkaar. Als je bij elkaar in de buurt bent. Klopt. En dan ga je de app opstarten. Ik ga deze even neerzetten, hè, want het begint zwaar te worden. Ja, ik dacht, jij gaat meteen even door sporten, met trainen. Ja, ja, ja. Dat hebben we vandaag nog niet gedaan. En dus ik neem jullie even mee naar de app. Ik heb hier een mapje met allerlei appjes voor mijn camper. Nou, dan heb ik mijn tank app. En zoals je ziet, hij is connectie opmaken. Hij is ook al geüpdate. Update nou, 2 seconden geleden. Hop, weer opnieuw. Zoals je kunt zien, ik heb hem gasfles camper genoemd. Als ik hier nou op klik, dan zie ik dat er nog 15% ongeveer in die gasfles zit. Nou, dit is een gasfles van 6 kilo. Ja, prima. Dat kun je overigens allemaal instellen op de app. Voor wat voor een gasflesje je hebt, voor hoeveel, butaan, hoeveel liter, opaan, hoeveel kilo. Ja, alles kun je daarbij alles instellen. Alles is in te stellen. Ja, hier zie je ook additionele informatie. Je ziet hier ook namelijk bij instellingen staan, kun je alles verder invullen.
Hoe je het wilt zien, procenten, centimeters en ga zo maar door. Of je meldingen wilt ontvangen, of als die niet. Bijna leeg is of niet. Ja. Maar we hebben gemerkt dat die best wel, hij is niet 100% nauwkeurig. Nee. Maar je weet wel, als die dus onder de 5% zit, dat het echt wel overeenkomt met dat die echt wel bijna leeg is. Ja, en je ziet nou ook net was het 14%, nu is het 13%. Het is natuurlijk wel zo, als je dat eronder in magnetisch, als je dat erin geklemd hebt, laat het heel even rusten en ga dan kijken. Want ja, gas beweegt natuurlijk ook. En dan zie je, ja, wij vinden het heel fijn. Heel fijn. We hebben er heel veel baat bij gehad naar onze reis toen we naar Spanje zijn gegaan. Omdat we daar toch wel een beetje zo hadden van ja, Spanje heeft andere gasflessen. Hoe zit dat dan? Hoe moeten we weten wat er nog in zit? Noem maar op. En toen camperden we nog niet zo mega lang. En we hadden nog niet zo'n reis naar het buitenland in de winter gemaakt. Nee, dat was onze eerste reis naar het zuiden. Maar we hebben wel ervaren dat dat heel fijn is dat je toch een beetje je gasfles daarmee in de gaten kunt houden. Ja, dus de metertjes van Mopeka op de website kun je het nalezen. Daar hebben we, daar zullen we ook even een link, hè. We zetten er een link in, waarom niet? Misschien makkelijk als je er van plan bent misschien het aan te kopen. Dus dat. Dus de gasflesmeters van Mopeka, daar hebben wij in ieder geval heel veel plezier van. Ja, zeker weten. Top. Dan hebben we het volgende. Wat hebben we? Oh ja, dat is jouw ding. Dit is een MiFi-router. Deze gebruiken we vooral in het buitenland. Mm-hmm. Dan kopen we, deze is toevallig nog van Oostenrijk. Ja. Kopen we lokaal een simkaartje. Ja. Dat simkaartje. Maar mag ik even wat aanvullen? Ja, zeker. Is een simkaartje eigenlijk met alleen data. Dus alleen internet. Niet om te bellen, want dat hebben we niet nodig. We hebben alleen data nodig, internet, om dat te kunnen gebruiken. Ja, dat klopt. Dus die schaffen we dan aan in het buitenland. Gewoon naar een plaatselijke telecomwinkel gaan en vragen of je een data-only kaartje kunt kopen. Ja. Dan wordt dat meestal eenmalig geregistreerd. Daar hoef je verder geen zorgen om te maken. Je zit daar niet maandelijks aan vast of dergelijke. Dit is vaak 1 of 3 maanden geldig. Dat verschilt een beetje aan het land natuurlijk. Toen we in Italië waren, hebben we er eentje gekocht voor 3 maanden. Want ze hadden daar geen kortere. Deze was toevallig voor 30 dagen onbeperkt. Nou, we hebben in Italië 100 gig. En dat was gewoon drie maanden geldig. Ja, dus er zit verschil in. Vraag er gewoon naar in de winkel een datakaartje zonder verplichtingen. En vaak die mensen kunnen je al helpen. Wij kopen meestal die kaartjes niet bij een telecomwinkel, maar bij een avondwinkel. Er zijn verschillende plekken waar je het kunt krijgen. Dus vraag gewoon even of er daar iemand weet of je een datakaartje kunt kopen. Vraag het vooral aan lokale, want lokale mensen weten toch vaak wat de beste verbinding is. Hij wil niet zeggen dat Vodafone overal de perfecte dekking heeft. Lokaal is meestal prima. En dan betaal je natuurlijk ook een stukje minder voor hetzelfde wat je krijgt bij een grote naam, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dan heb je dus dat simkaartje en dan stop je het simkaartje in deze MiFi-router. Ja, dit is een MiFi-router van TP-Link, hè? Ja, TP-Link. Zetten we ook even een linkje in de beschrijving en op de website, zodat je het kunt teruglezen. Als het simkaartje hierin zit, zet je hem aan en dan laat je het. Ik dacht ik doe hem even open. Ja, maar je moet de achterkant gewoon los. Ik ben altijd bang voor dat te uithalen. Onder de accu. Kijk, zo ziet het eruit. Je hebt daar een simkaartje zitten. Ja, daar zit hij dan nog in. En daarvoor zit natuurlijk de accu. Nou ja, dat stop je erin. De accu stop je letterlijk op ervoor. Het plaatje stop je erin. Je klikt hem vast. Ja. Maar dan staat hij uit. Hier zit een knopje aan, ingedrukt houden en dan gaat hij aan. Ja. Dan heb je even geduld nodig. Ja, kijk, hij gaat aan. Ja, maar dat kunnen we ze niet laten zien omdat het nog fel licht is. Maar geduld hebben we wel. Tenminste, ik wat meer dan jij. Ja, dat klopt. Maar je hebt ook geduld nodig, want als je het kaartje de eerste keer erin doet, heeft het even nodig dat het gereed is voor gebruik. Ja, klopt. En jongens, wij zitten nu in Nederland, maar dit kaartje wat erin zit, is van Oostenrijk. Hebben we al gebruikt en is verlopen. Maar we kunnen wel laten zien wat we verbruikt hebben. Klopt. In het display wat nu aanstaat, zie je dat wij 46,9. Kun je dat zien? Ja, weet ik niet. Denk dat het te zeer schittert. Weet je wat ik doe? Ik maak er even een foto van. Dan zet ik die foto voor de zekerheid in beeld. Kijk, dan doen we dat zo. Want we zijn niet voor één gat te vangen. Hop. Kijk jongens, Joy kijkt in de camera. Hop. Zo. Je hebt dan dus eigenlijk gewoon je eigen wifi-routertje, want dit geeft dan een signaal
Je zoekt dan de naam van het apparaatje op bij je wifi op bijvoorbeeld je telefoon of laptop. Ja. En hierin staat ook het wachtwoord van jouw kastje met de naam die je zoekt. Ja, weet je, als je dit apparaatje de eerste keer koopt, dan verbind je hem natuurlijk eerst even met je eigen apparaten via de website. Ja, er staat eigenlijk alles beschreven hoe je dat kunt connecten, want je kunt daar een eigen naam aan geven. Stel, wij noemen dit apparaatje Happy Camper Koppel, dan ga ik vervolgens zoeken op wifi op mijn telefoon en dan zie ik daar Happy Camper Koppel. Dat kan. Je kunt ook gewoon de naam van het apparaat zelf laten staan. Hebben wij gedaan. Maar dat is gewoon te volgen via de gebruiksaanwijzing, stap voor stap doorlopen. Ja. Dan kom je er wel uit. En mocht het niet zijn, op YouTube staan ook nog allemaal filmpjes van hoe je het allemaal kunt installeren. Klopt. De link die wij benoemen op de website is van dit apparaatje. Daar zetten wij ook wel de handleiding bij. Want we weten dat een aantal volgers van ons deze al gekocht hebben. Altijd handig om dat terug te halen. Ja, mocht je vragen hebben, jongens, schroom niet en vraag gewoon. Maar wij verbinden daar alles mee. En dan komt gelijk het volgende onderwerp ter sprake. Hoe kijken wij tv? Ja. Heel weinig. Ja, heel weinig. Maar als we het kijken, is het vooral eigenlijk op de laptop. Ja, op de laptop of via de Chromecast dat we iets streamen. In het buitenland verbinden we hem dus met de MiFi-router. Ja. Ja. En binnen Nederland verbinden we hem gewoon met onze mobiele telefoons. Klopt. We hebben een smart tv in de camper. Wij kijken dus tv aan de hand van een aantal apps. Zo kijken wij thuis ook tv. Geen duur abonnement bij een provider of dergelijke, want wij kijken heel weinig tv. Als we veel tv kijken, dan is het vaak in de wintermaanden YouTube filmpjes, ook van andere vloggers wat we leuk vinden. Ja, en die tv wat binnen in die camper hangt, die connecten we met deze internet. En klaar. En dan werkt het hetzelfde als thuis. Ja, want we hebben ook gemerkt, dat hebben we toen eens geprobeerd bij mijn vader. Die zei, ik wil dat toch streamen, want we hebben een Chromecast en we hebben een abonnement bijvoorbeeld bij Ziggo. Dat ging niet, want het IP-adres was beschermd en die tv-programma's die deden het niet, die kon je niet streamen. Dus daar zijn toch een aantal dingen waar je tegenaan loopt. Maar goed jongens, je kunt ook bijvoorbeeld een abonnement nemen op een schotel als je veel tv kijkt. Het is voor jou het eigen afwegen, wat wil je daarin? Ja, maar daarvoor vinden wij dat we te weinig kijken om daar een abonnement daarom, voor af te sluiten. Wij merken dat we het meeste eigenlijk op YouTube zitten. Ja, YouTube en we gebruiken de data voor onze vlogs en filmpjes en socials en werk. En dat. Ja, dat soort dingen. Daarom. Dus dat is voor ons, dit was voor ons de beste uitkomst. Misschien heb je daar wat aan. De TP-Link 4G. Light. Ja, we zetten wel even de linkje beneden, want je hebt verschillende, verschillende modellen, want dat model is, deze kun je met maximaal 10 apparaten verbinden. Maar kun je met 40. Ja. Ja. Maar reis je met kinderen, jongens, dan is natuurlijk, moet je bedenken, dit ideaal ook voor mee te nemen als je anders reist. Ga je met de auto naar het buitenland, wil je kinderen toch wifi, wil je toch filmpjes kijken. Je stopt, dit is heel compact en handzaam, het is nog kleiner dan een telefoon, zoals je kunt zien. Want wij nemen hem ook vaak mee als we naar de stad gaan of een plaatsje bezoeken. Hop, in de rugzak, je telefoons blijven verbonden, je hebt altijd bereik. Ja. Met de provider bereik je waar je naartoe 90% gaat. Heb je altijd wel bereikt. Ja, klopt. Dus waarom? Ja, ideaal. Ja. Ook voor niet-reisjes of dagjes weg of noem maar op. Altijd handig. Ja. Dat is de MiFi-router. Zeg, wil je wat drinken? Ja, lekker. Anders kunnen we daar niet meer vertellen. Nee. Het is heet. Wat wil je drinken? Ja, wat oranje. Wat oranje? Oh, lekker. Even wat drinken. Oh, heerlijk. Dat mag wel met deze warmte. God. Nee, we moeten niet klagen, want het is eindelijk zomer, jongens. Mm-hmm. Dit is meer jouw afdeling weer. Ik doe de updates, maar jij... Jij doet de updates. Ja, nou ja. Onze Garmin, jongens. De Camper 780. Ja. Hebben we gekocht nadat wij in Spanje vast kwamen te zitten in een straatje wat veel te smal was. Moesten wij de zijspiegeltjes inklappen. Joy bij de ene kant naar buiten uit het raampje. Ik maar heel voorzichtig met het voetje op het gas van de andere kant. Oh, het ging maar net. En toen heb ik gezegd, het gaat niet nog een keer gebeuren. Er komt een campernavigatie. Ja, maar ja, welke campernavigatie koop je dan? Dan ga je reviews lezen. En laten we eerlijk zijn jongens, over Garmin zijn goede reviews, zijn slechte reviews. Over TomTom Go zijn goede reviews, zijn slechte reviews. Dat is wat wij ook zeggen. Het is maar net wat
jij prettig vindt. En de een vindt dat die weergave fijn en de ander vindt de andere weergave ja, fijn. Ja, en misschien heb je altijd TomTom gehad, dan blijf je natuurlijk bij TomTom als je dat bevalt. Nou ja, wij hebben nooit een navigatie gehad. We hebben altijd gereden aan de hand van Google Maps of kaarten. Of kaarten, of Maps.me, hè, kaarten die je ook kunt downloaden voor offline gebruik. Kan tegenwoordig ook bij Google. Maar ja, het enige wat wij wilden was een navigatie en dat was met deze. Waarbij je dus de maten kon ingeven van je camper. En het gewicht. En het gewicht. Plus het feit, deze kun je verbinden met campercontact, de actie, de campings, benzineprijs. Ja, allemaal van die leuke kleine snufjes. Dat we dachten van, hey, dat kan handig zijn, dat is makkelijk. Dat is ook weer gekoppeld met je telefoon. Dus vanaf mijn telefoon kan ik bijvoorbeeld een camperplaats zoeken. Die stuur ik dan naar de navigatie en die navigatie, pats. Berekent de route wat voor onze camper klopt. Kan. Klopt, ik zal hem eens aanzetten. Even kijken hier. Dan akkoord. Het beginschermpje. Het is veel te... Het is te zonnig. Kom eens wat dichterbij. Kijk, het beginschermpje. Nou ja, het glimt een beetje, maar ik denk wel dat het te zien is. We hebben hier dus al een unpacking video van gemaakt. Vlog. Ik zal het hier onder in de beschrijving erbij zetten. Dan nemen we je ook een beetje mee door de instellingen. Kijk die nog een keer terug als je daar meer over wilt weten. Inmiddels hebben we een aantal updates gehad van het systeem. En daardoor zijn de kaarten wat duidelijker geworden, Klopt. Hè? Bij instellingen kun je natuurlijk heel veel ingeven. Voertuigprofiel kun je aangeven. En dat is eigenlijk waar het bij ons om draaide. Hè, onze camper 6,5 meter lang. Hij is maar 6, maar ik heb een halve meter extra gedaan. Want we hebben de fietsen achterop. En je weet het immers maar nooit. Ik zeg altijd beter wat groter en wat breder. Dan weet je zeker dat het overal goed gaat. Ja, de hoogte 3 meter, 2,50 meter is die breed. Nou ja, onze camper is 2,35 breed. En dat gaat helemaal prima. Nou ja, dat kun je allemaal ingeven. Plus wat ik net zei, er zijn verschillende apps meegekoppeld, zoals je kunt zien. Verschillende apps die gekoppeld zijn aan deze navigatie. Ideaal. Je kunt je telefoon zelfs koppelen, reisplanner, dus je kunt echt waypoints erin zetten. Dus als je zegt van nou, ik ga eerst hier naartoe, maar tussendoor wil ik stoppen, dus daar maak ik nog even een waypoint van, dan leidt hij je daar naartoe. Maar dat hebben we nog niet geprobeerd, omdat we nog niet nodig hebben gehad. Nee, ja, je kunt de kaart bekijken waar je nu bent. Dan moet je hem iets dichterbij, want zo schiet. Zo. Ja, wij vinden hem heel prettig. Ja. Plus het feit wat ik heel prettig vind aan deze navigatie, is dat, ik zet jullie weer een beetje terug, zo. Is dat hij heel duidelijk aangeeft aan de hand van pijlen, of je nou dan de rechterbaan moet nemen of de linkerbaan moet nemen. En een globale schets, zeg ik even, grafische weergave van hoe de afrit of zo. Als je een splitsing van de wegen hebt, hoe dat er dan een beetje uitziet. Klopt, ja, je kunt hem aan de 12 volt aansluiting doen, maar je kunt hem ook in de USB aansluiting doen. Hij heeft ons nog nooit in de steek gelaten dat hij ons ergens instuurde waar we toch niet in konden. Maar jongens, dat hebben we niet ervaren. Maar dan, dat nog, is... dan nog, als je navigatie hebt en je rijdt op navigatie. Je bent samen meestal met z'n tweeën of als je alleen bent, die borden... Kijk ook altijd naar de omgeving. Rij niet zomaar klakkeloos op die navigatie. Kijk, want... Dan krijg je sla je rij zelf en dan lig je dan in de gracht. Ja. Nee, maar ja, er kan een update nog niet zijn voor al wegen die wel veranderd zijn. Dus ja, je moet daar toch altijd zelf bedacht op zijn. Ja. Ja, wel belangrijk. Rij niet klakkeloos op die navigatie, maar goed kijken. Ja. Komen bij ons laatste gadget voor? Ja, die vraag kregen we regelmatig. Veel mensen denken dat we die beelden gebruiken in onze vlogs. Dat is echter niet zo. Nee, we hebben die dashcam aangeschaft puur voor onze eigen veiligheid als er eens iets gebeurt. Omdat we erachter kwamen, we hebben een keer bijna een ongeluk gehad, wat niet onze schuld was. Ja. Maar die persoon sneed ons gewoon af. Het was dat wij op tijd konden remmen. Ja. Maar in zo'n geval is het altijd fijn om een dashcam te hebben. Ja, klopt. En we hebben gekozen voor de 70 Mai, MAI. Die heeft een breedbeeld, dus die ziet die hele raam, zeg maar, aan de zijkant nog van die camper. Als die detecteert dat er iets raars gebeurt, zegt die emergency video starting record. Ja. Dus hij neemt automatisch op, hij neemt ook automatisch foto's. Je kunt ook instellen dat hij standaard blijft filmen. Wij hebben daarvoor gekozen om er een geheugenkaartje in te drukken. Die doe je hier aan de zijkant, doe je die erin. We hebben hem verbonden met de telefoon. En op de telefoon
kun je. Ja, krijgen wij alles binnen van filmpjes en foto's en noem maar op. Dus vrij simpel, plug and play, een geheugenkaartje erin, zodat je weet dat ook daadwerkelijk alles wordt opgenomen. Want als wij reizen, zo'n 3-4 uur, ja, dat kaartje dat komt helemaal niet vol. Want daar heeft hij genoeg ruimte voor. Hij heeft zelf ook wel een interne ruimte, maar wij hadden zoiets van, we doen er toch een kaartje in, want je wilt niet dat dat interne geheugen vol komt en daarna gebeurt iets. Want dan heb je dus net niks. Ja. Je hebt die app op je telefoon? Ja, maar ik zie dat ik niet op dezelfde manier als jou een schermopname kan maken. Oké, nou dan gaan we dat even op mijn telefoon installeren snel. En dan laten we dat alsnog hiernaast zien. Ja. Nou, het is gelukt. We hebben het snel even gedownload op de telefoon. Zoals je ziet, dit is de app. Hij is verbonden via de Bluetooth. Hij is nu niet connected omdat we de camera niet aan hebben. Maar we kunnen hem wel even aandoen. Ja, we moeten hem eigenlijk even aandoen, want dan kunnen we hem laten zien. Ja. Hij is aan. Ja, pingeling. Verbind. Verbind. Start recording video. Connecting hard charger cable. Zo. Zal ik mezelf even filmen? Kijk. Oh ja. Ja, hij is op de koop, want hij hangt moet zo natuurlijk aan zo. Ja. Oh, hij is wel smerig. Wacht even, jongens. Dat is beter. Ja. Hij doet het. Zien jullie mij? Als je dan dus hier naar Almen gaat, moet hij heel even laden, want dan haalt hij de bestanden. Gaat hij kijken wat erop staat. Dan zie je dus emergency video's. Dan detecteert hij iets van verandering van baan, ja, of noem maar op. En ik beweeg nou, hè, voor die camera, dus ik denk, oh, er gebeurt iets, ik moet weer opnemen. Dus hij gaat nou weer opnemen. Hier zie je dus allemaal de beelden wat hij dus de laatste tijd heeft opgenomen. Waarbij de app vond en de camera vond, hey, dit is een emergency of hier zou iets kunnen zijn. Dit moet ik opnemen. Ja. Plus het feit wat ook nog fijn is, stel jij hebt zelf zoiets van, hey, dat vertrouwt niet, ik wilde opnemen. Er zit altijd nog een knopje aan de zijkant. Als je daar eenmalig op drukt, gaat hij automatisch opnemen. En hij neemt ook nog andere, gewone video's allemaal op. Ja, en hij maakt ook foto's. Maar zoals je kunt zien, jongens, deze kwaliteit van deze camera is eigenlijk helemaal prima. Er is niets mis mee. Het is best netjes. Ja. Hi. Hi. En wij hebben bij deze camera, zoals jullie kunnen zien hier in de vlog, een voetje zeg maar voor op de raam. Dat kun je aan de hand van dit zo lekker vastklikken. Start recording video. Ja, ik weet het, want ik beweeg in beeld. En wat is hier nou mee aan de hand? Ik heb nog zo'n voetje besteld. Heel makkelijk, die camera, dus net eigenlijk hetzelfde als die GoPro. Die draai ik heel makkelijk los, hier onderin. Hop, dan trek ik dat stekkertje. Dat stekkertje, dat pinnetje trekt eruit. Oeh, daar gaat het andere pinnetje ook. En die haal ik los. Deze blijft dus op de raam zitten van de camper. Deze haal ik los en die doe ik zo hop in onze auto. Want we hebben in de auto dus ook dit houdertje. En dan kan ik hem zo op inpluggen. Het is heel makkelijk. Je hoeft niet alles uit die camper te halen. Want wij zijn niet zo van het dubbele spullen allemaal kopen. Dat vinden we zonde. Zonde van het geld. Kom. Heb je hem gevonden? Ja. Mooi. Dat is ideaal. We gebruiken deze 70 mei ook namelijk in de auto. Ja. En qua kwaliteit prima, maar we gebruiken ze dus niet voor de vlogs. Dus alles wat jullie in de vlog zien is gewoon gefilmd met onze GoPro of met onze iPhone. Dat was hem. Eigenlijk kort en bondig. Even de gadgets waar wij de meeste... Turning off Wi-Fi hotspot. Ah, dank u. Wi-Fi hotspot is off. Ah, goed zo. Merci. Nou, dit zijn eigenlijk de gadgets waar de meeste vraag naar komen. Mocht er nu nog vragen zijn, stel ze gerust. Zeker. Of mail ons even. Ja, of kijk op de website. En ja, inderdaad, heb je vragen, jongens, laat het weten. Huh? Zijn er nou nog andere dingen die je wilt weten, naar aanleiding van deze video? Over andere dingen die je om of bij de camper of met het rijden kunt gebruiken. En je wilt weten hoe wij dat doen of wat we daarvoor hebben. Stel ook die vraag gerust. Ja, is geen probleem. Dat vinden we leuk. Ja, tuurlijk. Zoals we al zeiden, we kunnen alleen maar van elkaar leren. Want wij stellen ook heel veel vragen die jullie vaak niet zien. Maar ja, waarom het wiel opnieuw uitvinden als iemand het al goed voor elkaar heeft? Daar kun je toch alleen maar... Nou, die camera die stopt er mee. Die kreeg het al aan van. Maar too hot to handle. Ja. Krijg je met het weer. Ja, nee, maar wij gaan ook afsluiten. We gaan opruimen.
We gaan naar de kapper. Ja. We konden ook bij de kapper terecht, dus dat gaan we ook doen. Maar, want het moet even geknipt worden voordat we naar Griekenland gaan. Jongens, want dat is de volgende vlog die online gaat komen. Daar zitten we in Griekenland. Oh, zin in. Ik kijk echt naar uit. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Nee. Voor jou is het lang geleden dat je gevlogen hebt. Voorbij 2 weken geleden nog, maar goed. We hebben er zin in. We gaan dansen op onder de zon in Griekenland op het strand. Ja, gaan we doen. Gaan jullie zien in de volgende vlog. Zeg jongens, bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan, ben je nog niet geabonneerd? Dan doe dat even. Ja, en vragen, een belletje als je niks meer wil missen vragen, van ons. Vragen, laat het gewoon weten jongens. Want dat vinden we leuk, dat waarderen we. Stuur een mailtje, laat het in de reactie weten. Zoals jullie inmiddels wel weten van ons, reageren wij altijd persoonlijk op ieder berichtje. Want wij waarderen het dat jullie een reactie achterlaten. En dan zeggen we voor nu, toedeloe! Doei!